Sinterklaas heeft het erg druk in de dag voor zijn verjaardag. Maar toch vond er deze week nog een geitje om ook de VGKC te bezoeken. De verstandelijk gehandicapte kegelclub in Remmen. En de goedheiligman kwam ook hier natuurlijk niet met leeg heen. Wilson Mols. Nou, we hebben vanavond met de gehandicapten hebben we dus in het Sinterklaasavond. Dat hebben we elk jaar. En normaal hadden we vanavond bolen, maar dat is een sneeuw tussen. En we hebben zo'n 85 jongens en meisjes kregen allemaal een cadeautje voor de Sinterklaas. Je hebt ze dikke wel hier, die komen niet alleen met Sinterklaas. Nee, die komen maandag, dinsdag en woensdagavond komen die hier bolen. Ja, deze avond is extra speciaal, hè, want deze is dus speciaal alleen voor de Sinterklaasavond. En daar hoeven ze geen bijdrage voor te geven, die jongens helemaal niet. Dat is allemaal vriendenwerk, oud papierwerk. Allemaal leuke cadeautjes, hoe ze ook gaan hebben en zo. Zelf geniet ze er ook van deze avond? Ik vind dit geweldig. Heel leuk. Die jongens die genieten er nog van. En ja, die geluiven er nog in, brengen tekeningen met ze, zingen. Nou, hoe is dat nog, hè? Dus echt, ja. En dat is mijn beste vriend, Bjorn. Ja, we zien altijd een hele goede vriend. Ik ken Jos al lang en hij is een hele mooie vent. Dus meer kan het niet over zeggen. Hij is een hele mooie tent, hè. Van dat Jos het allemaal organiseert? Nou, toch top. Ik vind het hartstikke top. Het is Zonclub. Heerlijk. Ja, ik organiseer dat dus niet alleen. We hebben er nog 15 vrijwilligers. En die heb ik ook een heel jaar nodig. En die zitten nu ook allemaal hier. Dus dat kennen we dus niet zonder. Ja, dat is dus het belangrijkste. De vrijwilligers. Voor de jongens staan. Sinterklaas, alle wat ik ons haalt, wie de goed krijgt, wie de gaat. Alle wat ik ons haalt, wie de goed krijgt, wie de gaat. Want ik kan mij nu voor mijn twee tanden poetsen.